Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De preek van vandaag ging over een hadith van imam Muslim, van Abu Huraira, die zei, waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam zei, de sterke moslim is geliefder bij Allah subhanahu wa ta'ala dan de zwakkere moslim. Terwijl er in beide goedheid in zit. Nogmaals, terwijl er in beide goedheid in zit. Vervolgens heeft de profeet ook gezegd, streef naar hetgene jouw goede komt en vertrouw op Allah. Dus streef met wat jij hebt van kennis, van talenten, streef ernaar en vertrouw op Allah. En zeg vervolgens niet, als het misloopt, ah, als ik maar dit had gedaan of als ik maar dat had gedaan. Maar zeg, Allah heeft bepaald en ik vertrouw op Allah. Want als je het woordje als gebruikt, dan ga je een weg openen voor shaitan. Dat is de hadith. Deze hadith leert ons heel veel zaken. Heel veel. Eerst en vooral, er wordt gesproken over de sterke moslim. Wie is de sterke moslim? Eerst en vooral, de sterke moslim heeft bepaalde eigenschappen. Een sterke moslim is zowel, het kan fysisch zijn, het kan mentaal zijn, maar vooral ook spiritueel. De imam vandaag heeft ook vooral gefocust op het spiritualiteit van de sterke moslim. De tawhid van de moslim. De imam van de moslim. En er zijn heel veel voorbeelden in de Koran die deze sterke moslim gaan aantonen. Zoals Allah zegt ook in de Koran. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُقِي وَالْمَحْيَايِ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Zeg mijn leven, mijn dood, mijn inspanningen en mijn inspanningen en mijn strijd is voor Allah de Heer der werelden. Het is ook zo bijvoorbeeld dat Ibrahim alayhi salam bijvoorbeeld, het moment dat hij in het vuur werd gegooid, dat hij ook zei, hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah is voldoende voor mij en hij is mijn beste beschermer. En op deze manier, door zijn imam, dat Allah ook het vuur voor hem koud heeft gemaakt. En zo zijn er heel veel aantoningen en bewijzen in de Koran die ons aantonen dat mensen met imam, dat deze mensen sterke moslims zijn. Allah zegt ook in de Koran, ik zal de situatie van een volk niet veranderen, zolang ze zichzelf niet veranderen. En deze ayah is belangrijk. We moeten niet altijd kijken van, ah ja, deze leider doet niks en deze islamitisch land doet niks en die doet niks. Nee, kijk eerst naar uzelf. Wij moeten eerst aan onszelf werken. Dus op die manier zien wij dat de sterke moslim, dat hij vooral iman heeft en vooral ook tawhid en dat hij vooral op Allah vertrouwt. Een sterke moslim is iemand die gezond is en die er ook kan voor zorgen dat hij heel veel goede daden kan verrichten. Want een zwakke moslim die bijvoorbeeld niet in staat is om veel sadaqa te geven, een zwakke moslim die bijvoorbeeld gezondheid zwak is, die zal niet zoveel hasanat kunnen verdienen als iemand die sterk is, gezondheid, maar ook financieel en misschien ook een impact heeft in zijn gemeenschap. Dus Allah wenst eigenlijk van ons dat wij allemaal sterke moslims worden. Allemaal. Iedereen moet sterk moslim zijn. Zowel imam, maar ook financieel, ook in dunya moeten we sterk zijn. En dat is een beetje ons probleem de dag van vandaag. En als we sterk zijn, jammer genoeg, dan zijn we ook verdeeld. Als we vandaag kijken, dat is nu een voorbeeld van praktisch voorbeeld, als we kijken naar de Zionisten, ja, die zijn met moeite 1% van de wereld, maar ze hebben gans de wereld in hun macht. En ik zie vandaag geen enkel zionist in de politieke partijen. Geen enkel. En toch hebben zij alles te zeggen. Mashallah, als we kijken naar de Joden in Antwerpen, zij mogen hun eigen scholen oprichten in België. Zij mogen alles doen wat ze willen. En mashallah, de grootste partij van Vlaanderen, N-VA, steunt hen. En die zijn maar zo weinig. Maar die zijn sterk. En wij, mashallah, wij zijn met zoveel. Maar wallahi, wij zijn zwak. We hebben niks te zeggen. We hebben geen geld. We hebben geen islamitische McDonald's. We hebben geen islamitische Starbucks. Alhamdulillah, er is islamitische Coca-Cola. Alhamdulillah, dat is er al. Maar waar zijn die andere zaken? Wij zijn zwak, jammer genoeg. Wij zijn zwak. En dat is de reden dat wij allemaal vandaag, ik ook, staan toe te kijken. Omdat wij zwak zijn. En we zijn nogthans met 25% van de wereld. En de Joden, met alle respect, met moeite met 1%. Maar die zijn zo sterk. Wij moeten les leren van de Joden, mashallah. Wij moeten les leren van hun. Wij moeten ook onze eigen lobby maken.
Zoals zij hebben gedaan in 1917 met de Balfour Declarations in Britten. Hebben zij lobby gemaakt, politiek lobby. Ze hadden niet in politiek, maar ze hadden heel veel macht. Zoals er nu een APEC gebeurt in Amerika. Trump als Harris worden gesteund door Zionisme. Door APEC. Maar wie is APEC? APEC is... Dat is miljoenen dollars die daarin zitten. Wie steunt er dat? Mashallah, die kleine 1% van de wereld die dat steunt. Sterke Zionisten. En wij zijn zwakke moslims. Het is belangrijk, beste broeders en zusters, wij moeten verenigd zijn. Maar jammer genoeg, ook in Gent, wij zijn niet verenigd. Iedereen start zijn eigen moskee op. Marokkanen onder Marokkanen, met alle respect in Brugspoort bijvoorbeeld. Twee moskeeën naast elkaar. We zijn niet verenigd. Mashallah, de Turken die hebben ook verschillende strekkingen. Ze hebben Diyanet, Miligeuj, wat is het nog allemaal, Suleymanja. En noem maar op, allemaal verdeeldheid. En dat is ook de tactiek. Hè? Verdeel en heers. Dat is wat ze met ons doen. Ons verdelen. Hoe meer dat wij verdeeld zijn, hoe meer dat ze over ons gaan heersen. Zij gaan zeggen wat onze kinderen hier wel mogen en niet mogen. Zij gaan zeggen, er mag geen islamitische school komen hier. Zij gaan zeggen, onze hoofddoek is verboden. Maar subhanallah, Joden in Antwerpen, mashallah, door. Niet. Mashallah. Die hebben hun eigen groepje daar en ze mogen doen wat ze willen. Ze zijn sterk. Ze zijn sterk. Niet waarschijnlijk met hun iman, ook waarschijnlijk hun iman, maar vooral financieel. Wij, als we dan financieel sterk zijn, en we kennen mashallah in Gent, zijn er mensen die mashallah heel financieel sterk zijn, wallahi, maar hun iman is zwak. Het is altijd iets met ons. Ofwel zijn wij sterk financieel, zo zijn er ook landen die financieel sterk zijn, maar de iman is zwak. Een beetje naar voren komen, alsjeblieft, er is weinig plaats. Een beetje naar voren komen. Dus we zien dat die sterke moslims, zoals Allah zegt, wallahi, we hebben dat vandaag zo hard nodig. We hebben sterke moslims nodig die iman hebben, maar die ook een impact hebben op de maatschappij, die geld hebben, die sterk zijn in hun familie. We hebben wallahi veel sterke moslims nodig. Want anders zijn we bij de zwakke moslims die alleen moeten toekijken. Oké, wij zijn zwak, alhamdulillah, er is ook geen in de zwakke moslim. We komen bidden, mashallah, wij doen een beetje kennis op, alhamdulillah. Maar dit gaat de wereld niet veranderen en dat gaat de situatie vandaag de dag ook niet veranderen. En als laatste, ik kan nog heel veel praten over de preek vandaag, maar in deze context natuurlijk. Dat is ook een van de redenen waarom wij vandaag ook staan toe te kijken met tranen in onze ogen op de situatie in Gaza, in Libanon en in vele andere landen. Wij staan allemaal toe te kijken. Ja, ik heb van de nacht ook nagedacht van, allee, waarom kan niet een aantal landen gewoon, ik zeg maar iets, Pakistan, Turkije, dit, dat, gewoon leger sturen, zoals de blauwhelmen, en zeggen van, kijk, we gaan hier komen en we gaan gewoon de kinderen beschermen. Snapte? Allee, dat zat nu even in mijn hoofd en dat doet mij pijn. En ik ben ook machteloos. En zoals jullie weten, de situatie is niet aan het verbeteren. Wallahi, het is erger aan het worden. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn, maar in het noorden van Gaza, dat is een ramp vandaag. Al twee weken dat ze het noorden van Gaza volledig willen platzetten. Ze willen iedereen buiten. In het noorden van Gaza, er komt niks meer binnen. Ik zit dagelijks met mijn teamleden in Gaza te praten. Ik ween, wij wenen allemaal. Ik denk dat mensen van Palestina, die ook een familie hebben in Gaza, in het noorden, ook begrijpen welke situatie dat er daar is. En we staan allemaal te kijken en we kunnen niks doen. Subhanallah. En dat is ook een van de redenen dat ik vandaag, met Guardians of the Sincere, met mijn organisatie, heb ik vandaag besloten om een grote inzameling te doen voor Gaza. Ja, omdat het ook al een jaar geleden is. En ik heb ook een aantal zaken aangesproken in Gent die meedoen met onze sponsorship. Dus vandaag nodig ik jullie allemaal uit om zeker iets te gaan eten in een aantal zaken, zoals Hunkar Kebab, zoals Urfa Kebab in de Sleepstraat, Ankara Restaurant, wie nog, Guk 2. En in de Brugspoort zijn er heel veel zaken die meedoen, Tekbier Market. Er zijn kappers die meedoen. En vandaag gaan die zaken allemaal een deel van hun winsten geven aan Gaza, geven aan Guardians of the Sincere. Dus vandaag zou ik heel graag willen, ja, wat jullie ook vandaag kunnen doen, is ook vandaag sadaqa geven aan mij, of aan iemand van verantwoordelijk van de moskee, want vandaag doen we een inzameling voor Gaza. We kunnen dat vandaag doen in de moskee, maar vandaag is het ideaal moment om uw vrouwtje uit te nodigen op restaurant, romantisch te doen met uw vrouw, of uw kinderen mee te pakken naar Hunkar om een keer een Frans hamburger te eten, of doe uw boodschappen vandaag in Tekbier Market in de Brugspoort, koop daar iets en weet dat daar een deel daarvan ook naar Gaza gaat. Het is vandaag de dag dat ik geprobeerd heb om een keer een grote inzameling te doen. De zomer, iedereen was op reis, niemand heeft geld. September, eerste loon komt binnen. Het is vandaag oktober, we hebben geen excuses meer. Het is meer dan een jaar. Mensen in Jabalia en het noorden van Gaza zijn aan het afzien, maar ook in Libanon. We zitten ook in Libanon trouwens. Wilt je iets geven voor Libanon?
kan je ook aan mij geven. Dat is ook geen probleem. We hebben een team in Libanon, een team in Gaza, in Syrië, Jemen, overal, alhamdulillah. Maar vandaag is vooral de focus op Gaza. Dus als jullie iets willen doneren, gelieve zeker iets te geven aan de voordeur. Ik heb ook een Payconic als jullie willen. Het is allemaal mogelijk. En als je niets hebt vandaag, er is ook buiten een flyer met onze rekeningnummer en doneer iets. Wilt je niet aan mij doneren? Vertrouwt je mij niet? Geen probleem. Doneer aan een van de Palestijnse broeders hier. Ze hebben ook familie daar. Aan hen kun je ook doneren. Barakallahu fikum.